Een goedenavond, dames en heren. Alle truien in de 102e ronde van Frankrijk zijn uitgedeeld. Tijd om de Tour te laten binnencijpelen. En dat doen we al voor de 9e keer onder de Eiffeltoren op Trocadéro. De plaats Trocadéro werd genoemd naar het Zuid-Spaanse eiland Isla del Trocadéro, waar het Franse leger in 1823 een liberale opstand neersloeg en zo de Spaanse koning Ferdinand de VII aan de macht hield. Op de top van de Trocadéro-heuvel staat het Palais de Chaillot. Dat bestaat uit twee vleugels zonder tussenbeuk, zodat je van op het plein over de tuin een prachtig zicht hebt op de Eiffeltoren. Geen mooiere plek om een slot te breien aan deze Ronde van Frankrijk. En dat gaan we doen met Jolien Doren en met Serge Pauwels. Jolien Doren is tweevoudig Belgisch kampioen wielrennen en vanmiddag nam ze hier deel aan La Course. Serge Pauwels heeft ons en misschien ook zichzelf verrast in deze Tour. Hij eindigt als 13e en is daarmee de best geclasseerde Belg in deze ronde. Het slotakkoord komt eraan. Welkom in Vive le Vélo, aflevering 205, de laatste van dit seizoen. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Ik zal de muziek van Zaas missen de komende dagen, misschien af en toe gewoon nog eens opleggen. Welkom Jolien Doren, welkom Serge Pauwels. Allebei goede prestaties geleverd. Jolien, jij tweede vanmiddag in La Course. Serge, 13e en eerste Belg in de Ronde van Frankrijk. En ik moet zeggen, je ziet er nog goed uit. Dank u. Er zit nog iets op? Ja, ik moet wel zeggen, de laatste twee dagen is het wel zwaar geweest voor mij. Maar ik heb eigenlijk wel... Ja, 3 weken lang heel goed gevoeld, dat moet ik wel zeggen. Ja. Glaasje champagne mag hè, vandaag voor allebei? Zeker. Mag wel. Jij ook, Jolien? Ja? Ja, ik heb niet gewonnen vandaag. Ik was pas tweede, maar champagne mag wel. Nee. Pas tweede, zeg je. We gaan straks kijken naar de beelden, maar je hebt een hele mooie spurt gereden. Heb je de Tour een beetje gevolgd van die mannen? Ik heb het een beetje kunnen volgen, maar ik heb ook zelf de Giro gereden. Mm-hmm. Dus veel tijd had ik niet om te volgen. Maar het meeste heb ik wel gezien. En ook de prestaties van Serge, en dat was echt ongelooflijk. Ja, Giro Rossa gereden en ik zocht elke dag naar jou in de uitslag. En ik vond je niet en dan dacht ik, ze is bezig met één ding en dat is met La Course. Ja, de Giro is ook niet echt een koers voor mij, dus ik ging daar vooral om voor de ploeg te werken. Ik heb daar veel afgezien, veel bergop gereden, maar dat is enkel maar voordelig voor de rest van het seizoen. Mm-hmm. Je hebt vorige week wel gewonnen in de BNL Ladies Tour. 3 van de 4 ritten en het eindklassement. Dus dat betekent dat de vorm echt wel goed is. Ja, ik voel me de laatste weken heel goed en alles lukt gewoon momenteel op de fiets. En zo is het heel plezant fietsen. En ook, ja, mijn sprint is tegenwoordig ook goed op punt. Dus als er dan een massasprint komt, dan voel ik me wel zelfzeker. Mm-hmm. We zitten hier om de Tour te overschouwen. Jij zat er middenin, Serge, dus ik neem aan dat jij een goede ooggetuige gaat zijn om een aantal dingen met ons te bespreken. Mm-hmm. We gaan eens kijken eerst naar de truien. Hè. Er zijn truien uitgereikt, die liggen al van gisteren vast, maar vandaag mochten die op het podium komen. En daar zien we Peter Sagan staan, die wint voor de 4e keer de groene trui, zonder een rit te winnen dit jaar. Vorig jaar ook al niet, maar zonder een rit te winnen, maar wel met een formidabele Tour te rijden. De beste jongere is de 2e in het klassement, Nairo Quintana. Daar staat hij, de kleine Colombiaan, te glunderen, te glimlachen, voor de 2e keer in zijn carrière 2e. En dan één man die 2 truien in zijn bezit krijgt. Hè. De bollen voor Chris Froome, beste klimmer in deze Tour. Alhoewel, beste in dat bergklassement, maar is hij daarmee ook de beste klimmer? Dat kunnen we straks misschien nog eens voorleggen. Maar in elk geval, hij wint voor de 2e keer de Ronde van Frankrijk. Chris Froome, de Brit, die geboren is in Nairobi in Kenia. En dan mogen ze nog eens met z'n allen op het podium. De 1e, de 2e en de 3e. En dan zien we ze staan. Froome, Quintana en Valverde. Quintana en Valverde, ploegmaats. Jullie hebben allebei in de regen op de Champs-Élysées gereden vanmiddag. Hoe gevaarlijk is dit? Ja, het was redelijk gevaarlijk. En, wij waren in de bus voor de start aan het kijken nog naar de vrouwenkoers. Ja, bij hen was het nog erger, hè? Ja, absoluut. Dus, ik had met Thierry Gouvenou ook vanmorgen gesproken. Dus, een van de mensen van ASO. Ja. En toen had hij al gezegd van ja, als het blijft regenen of als het nat regent op de Champs-Élysées, dan zouden we de tijd opnemen bij de eerste passage aan de finish. En, ja, ik denk dat alle klassementsrenners daar wel heel blij mee waren dat uiteindelijk ook zo gelopen is. Ja. Ik zag bij de vrouwen iedereen schrik hebben om ook maar aan die remmen te komen.
Ja, bij ons was het echt verschrikkelijk. Het was precies een ijspiste, het was super glad. En bij het minste dat je de remmen aanraakte, ja, dan viel je gewoon. Mm-hmm. We slipten gewoon constant weg en het was niet echt aangenaam om zo te fietsen. Ja. We gaan eerst eens kijken naar die laatste en kortste rit in Lijn in de Tour. 109,5 kilometer vanuit de startplaats Sèvres Grand Paris Seine-West richting Champs-Élysées, waar de eindstreep ligt te wachten op een traditioneel koninklijke sprint. 40 kilometer parade en dan die 10 plaatselijke rondjes van 6,8 kilometer liever. Het is 4:30 als het peloton zich op gang gaat trekken. Laat startuur, dat heeft ook te maken met la course bij de vrouwen natuurlijk en ook met de verre verplaatsing van Alpe d'Huez gisteren. Dit is een prachtig beeld, ook al regent het. Dit zijn de tuinen van Versailles, vlakbij Sèvres. En dit is een Euromiljoenen trio. Peter Sagan links, de groene trui, dan de Bollum en het geel voor Froome. En rechts de witte trui van Quintana, de topfiguren. Hier is het overleg tussen Prudhomme en Froome. Wat doen we nu met die tijd, meneer Prudhomme? Gaan we dat nu echt nog laten meetellen? Nee dus, we gaan het niet laten meetellen. Die tijd die telt vandaag niet meer, wordt opgenomen bij de eerste passage. Poort, die nog even zijn kopman in verlegenheid brengt. Dan toch maar een hand aan het stuur houden. Of nog één keer proberen, toch nog één keer proberen. De champagne hoort er ook bij. Even naar de volgwagen. Klinkt met ploegleider Nicolas Portal. In zijn rijden net over een kasseistrookje. Ook dat gaat al niet te vlot. Een beetje stuntelig de parade, maar dat heeft met de weersomstandigheden te maken. Dave Brailsford zit aan de andere kant van de wagen. En dan beslist Froome om dat glas gewoon af te geven. De Eiffeltoren in de wolken. Hij longt in de verte en dan gaan we naar de Champs-Élysées. En dan weten we dat we aan de ontknoping gaan beginnen. En dat we een sprint gaan krijgen op natte kasseitjes. Ook voor de mannen die elk jaar tussen de 30.000 en de 40.000 kilometer op hun fiets zitten, blijft dat een zaak met heel veel risico's. Dat is Barguil die daar het tempo bepaalt, me dunkt. Dus Degenkoop zit heus nog wel wat verder op. Wie zit waar? Alweer geen perfecte trein. Dat is een vaststelling. Maar dat geldt voor de hele Tour. En dat had ook te maken met de samenstelling van de Tour. Je moest van alles en nog wat hebben in het gezelschap. Het wordt wat gokken, het wordt wat kiezen van het juiste wiel. Nu komt Sieberg. En dat wordt belangrijk. Die moet nu wel breed buiten om nog een kilometer. Laatste kilometer. De mannen van FDG aan de binnenkant. Hier zijn ze tegen de grond gegaan. En daar is er eentje van trek blijven liggen. Ai, dat is dood. Jammer natuurlijk op pakweg een kilometer twee van het einde. Daar gaat Sagan, die is daar aan het knikkenpollen met iemand van FDG. Tot twee keer toe is dat Demar. En dan moet Christophe daar toch wel in de beste positie zitten. En Sagan volgt, zit aan het wiel. Degenkoop komt ook mee. Ik denk dat Greipel wat te ver zit, dat we die kunnen vergeten. En dat Boas van Hagen nu helemaal buitenom gaat. Opgelet dat hij niet te ver uitdijdt. Daar gaan we naar de laatste bocht. Sagan zit aan het wiel van Christophe. En hier komen ze. Hier komen ze. Christophe met een uitgelezen kans. Sagan ook. Dit is Christophe. Die trekt zich nu op gang. Gaat hier waarmaken voor Katyusha. Zet daar fantastisch aan, maar dan komt de Greipel toch nog van ver. Greipel komt toch nog van ver en hij gaat het halen. Greipel gaat het halen. Komt Kokana. Het is Greipel die het haalt. Greipel die het waar maakt uiteindelijk. Greipel die wint op de Champs-Élysées. De vierde etappezege voor André Greipel in deze ronde van Frankrijk. Een eerste keer op de Champs, dat zal ontzettend veel deugd doen. Let op de remonte van Cocard, die ook nog zijn wiel in de lucht gooit. Een lichte wheelie van Cocard op de eindstreep. Maar hij komt te laat. Een wieltje achter Greipel gefinished. Cocard is tweede, Christophe derde, Hagen vierde, Demar vijfde, Cavendish zesde, Sagan zevende, Degenkoop is achtste, Matthews negende en Navardauskas tiende. Eerste Belg is Sepp van Marke op een 14e plaats. André Greipel wordt hier gefeliciteerd door de ploegmaats Tim Welles, Jens de Buscher. Hij zit Duits recordhouder Erik Zabel op de hielen. Zabel heeft 12 ritzegens, Greipel heeft er 10. En dit is de winnende ploeg met de eindwinnaar van de Ronde van Frankrijk, Chris Froome. Froome is de 20e renner in de geschiedenis die meer dan één ronde van Frankrijk wint. Jullie zaten allebei met open mond te kijken naar de sprint. Hè? Greipel zat nog heel ver. Ja, het was een heel knappe sprint van Greipel. Van waar dat die nog komt, de laatste bocht, dat is ongelooflijk. En ook elkaar, dat is een pistier, dus die ken ik wel. Mm-hmm. En die is wel explosief en die kan dan wel zoiets. Ja, de wind stond op kop. Is dat in het voordeel van Greipel geweest? Ja, misschien wel, omdat hij van zo ver moest komen. Als het dan rugwind geweest, dan was het een heel ander verhaal, denk ik. Mm-hmm. Misschien moeten we de sprint nog eens bekijken en ook eens focussen op Sagan en Demar. Hè? Vind je dit kunnen of is het erover, volgens jou, Serge? Ja, natuurlijk. Ik denk dat Sagan hier een beetje begint en Demar wil daar niet aan toegeven. Maar dan moet hij toch eigenlijk plooien en
Ja, eigenlijk op dat moment is die positie heel cruciaal. En De Maar verliest daar eigenlijk het wiel van die voorganger. Dus die zit direct in de wind. En eigenlijk Sagan komt er ook niet meer echt aan te pas. Dus ik denk dat ze allebei wel een beetje energie hebben verspild daar. Ja, dat kost energie natuurlijk, hè, zo'n Robertje vechten. Maar goed, het is een duel tussen echte venten. Zullen we dat ja, als de conclusie hebben? Uiteindelijk, Greipel is duidelijk de snelste hier in deze Tour geweest. Hè. 4 ritten gewonnen. Ja, indirecte sprinten iedere keer. Hè. Ja, uiteindelijk bijna alle massasprinten heeft hij gewonnen. 1 keer, denk ik, Cavendish die hem geklopt heeft. Maar ja, Greipel was overal wel de beste. Ja, kan je op dit wegdek je pk's optimaal benutten? Met die slippende wielen? Vandaag vond ik niet echt, omdat het ook bij ons nogal glad lag, vond ik niet dat ik echt mijn power kwijt kon op de kasseien. Telkens dat ik dat wou doen of wou rechtstaan, dan slipte mijn achterwiel weg. Dus echt ideaal was het niet. Nee. Serge, heb jij gezien dat er iemand op de weg stond op een kilometer of 2-3 van de streep? Ja. Wat was dat voor iets? Ik weet het niet, maar... Ja, kijk, daar zie je het dus. Iemand, ik denk dat het een vrouw was die ineens midden van de weg stond en met zo'n doek... Ik weet niet wat het moet voorstellen, maar ik zat toen in de buurt van Froome en die begon ook enorm te vloeken. Ja, het lijkt toch op een man meer, denk ik. Nee? Ik dacht dat het een vrouw was, maar... Ja? Ja. Een protestactie. In elk geval, ik zag een spandoek, maar waarover het ging, dat is ons op dit moment niet bekend. Is deze Tour minder spannend geweest dan jullie verwacht hadden? Ja, eigenlijk wel. Ik denk als je kijkt naar die eerste week en naar de 4 favorieten, dan was Froome eigenlijk al meteen de beste van de 4 grote namen. En, in het gedeelte dat je hem niet verwacht. Voilà. En eigenlijk voor de spanning had je het omgekeerde willen verwachten. Dan had je gehoopt dat bijvoorbeeld Nibali daar of laten we zeggen, een van de mindere van de 4 daar een betere zaak had gedaan. Mm-hmm. En zodanig dat eigenlijk de betere klimmers nog tijd moesten goedmaken. Maar Froome had eigenlijk daar al een voorsprong. En in de eerste Pyreneeënrit op Pierre Saint-Martin heeft hij eigenlijk al de puntjes op de i gezet. Mm-hmm. En vanaf dan heeft Sky in de verdediging gereden. En eerlijk gezegd vind ik dat Movistar ook iets te lang gewacht heeft om iets te proberen. Ik denk dat het is omdat misschien... Quintana en Valverde het elkaar niet 100% gunnen. Mm-hmm. Maar als je ziet hoe dat Quintana gisteren nog dichtbij is gekomen, dan had hij wel iets vroeger mogen proberen. Ja, wou Valverde te graag mee op dat podium? Misschien wel. Het is ook, ik denk dat we gisteren maar voor de eerste keer gezien hebben op Alpe d'Huez dat Valverde echt in dienst reed van Quintana. En ik denk, natuurlijk, Valverde wordt binnen Movistar is altijd... Een beetje als God beschouwd, denk ik. Mm-hmm. En, misschien terecht op basis van zijn palmarès. Ja, natuurlijk. Het is wel een enorme coureur. En hij is overal doet hij mee, van januari tot het einde van het jaar. Maar om de ronde te winnen was het denk ik niet genoeg dat ze elk hun eigen kans gingen. Ja. Misschien waren ze ook een beetje overbluft door die ene aanval van Froome. Hè? En dachten ze van, oké, plaatsbehoud, dat is het enige wat nog gaat tellen de komende weken. Misschien komen we niet meer aan zijn hielen. En hebben ze niet gedurfd. Ja, ik kan natuurlijk. Ja. Misschien is Quintana ook maar echt beter geworden naar het einde toe. Want laten we eerlijk zijn, in die eerste Pyreneeënrit was Froome ook echt outstanding. Ja, je kan ook niet verwachten van Quintana of Valverde of die andere mannen dat ze alles of niks gaan spelen. Want natuurlijk, een tweede of een derde plek. In de Tour de France is ook wel iets wat je niet volledig opgeeft. Dat is waar, maar de Tour winnen is natuurlijk nog iets anders. Ja. Hè? Zeker als een Colombiaan, dan ben je voor de rest van je leven de held van het land, van de natie. En lang na je leven onsterfelijk. Had jij een favoriet voor de Tour, Jolien? Toen ze jou de pronostiek vroegen voor de Tour, op wie tipte jij? Ja, ik had sowieso wel Chris Froome ook verwacht. Mm-hmm. En misschien Nibali, die viel misschien een beetje tegen. En verder, Contador. Ja, maar die viel ook tegen. Die viel ook wat maar tegen. Maar die had een zware Giro gereden. Ja. Maar goed, dames en heren, met een kwartet waren ze. De favorieten voor de eindzege in Parijs, die in Utrecht van start gingen. En na een tocht van 3 weken tussen een mensenzee van koningen en moordenaars, is er maar 1 winnaar. En dat is een Brit geworden. The winner takes it all. Gefeliciteerd, Chris Froome. We zijn op 500 meter. We komen aan de bochtjes van de ellende. Froome zelf nu. We'll be right back.
Daar gaat Rodriguez. Vroom gaat mee. Vroom gaat toch een zak doen in het passement. Is spartelend tot op de streep. Rodriguez wint op zijn muur. Vroom doet een gouden zak. Het zou wel eens kunnen zijn dat Vroom trappen. Ja. Ja. I definitely didn't wake up today thinking I was going to be in yellow, but I just couldn't be happier to be in yellow going into now the cobbled stage tomorrow. Oh, Froome was bijna vertrokken. Froome was bijna de gevel in. Froome gaat over het Nibali. Froome rijdt dat gat toe. Froome is de beste. Dat is geen kasseiatalent hoor, dat is vorm. Hij handhaaft zich meer dan goed. Dus much ado about nothing. Daar gaat Froome. Froome met een aanval. Hij veegt alles wat bij hem stond weg. Froome. Zit de Tour naar zijn hand. Nu al. You think behind you now, frankly, there is just a battle for the podium places. I would really like that if the guys started really racing each other now for podium places, but we're still a long way from Paris. Geloof je er nog in, José? In spankracht? Ik zit al nog te kijken naar Quintana. Die nu vertrekt. Ding. Heel even aan het wankelen gebracht. Verliezen 31 seconden. Daar gaat Quintana. Hoe ver reikt deze vlucht van de Colombiaanse adelaar? Bij Froome is het beste sap weg. So many emotions going through my mind going up that last climb. So I was on my limits now. I mean, I was hurting going up that last climb. Oh, it's unreal, absolutely unreal. It's an unbelievable feeling to be here still wearing this jersey. Ja, Chris Froome, winnaar van de Tour, Serge Pauwels. Je hebt bij hem gereden, hè? 2010-2011. Ja. 11 was het jaar van zijn grote doorbraak, toen hij in de Vuelta net achter Kobo strandde. Ja. Toen Wiggins te laat de fakkel doorgaf. Had je toen al door, dit is een potentiële Tourwinnaar? Ja, toen in die Vuelta, ja, natuurlijk dan wel. Maar en dat anderhalf jaar ervoor? Nee, eerlijk gezegd niet. Alhoewel dat ik me heel goed herinner dat in de winter van 2010 of 2011... moesten we op trainingsstage moesten we een keer 3 keer 20 minuten op ons omslagpunt rijden. En ja, voor insiders die daar iets van kennen, Froome deed dat dus en die reed 3 keer meer dan 400 watt, wat voor zijn gewicht heel goed is. Maar dan keken ze naar het lactaat dat hij had geproduceerd op het einde van die 3 keer 20 minuten. Mm-hmm. En ja, ze zei hij s'avonds aan tafel, ja, het was eigenlijk niet zo goed, want ik had maar iets van, wat was het, 2 millimol verzuring, mm-hmm. Wat eigenlijk... betekent dat hij eigenlijk geen melkzuur aanmaakt. En dat is natuurlijk... Ja, dat is goed, iedereen stond, dat is natuurlijk enorm goed, hè, voor een rondrenner. Dus ja, iedereen stond er aan te kijken. Dus die, ja, het is wel een echt natuurtalent. Maar hij was, tot dan toe was hij altijd een beetje chaotisch. Dus, dat ging altijd samen met valpartijen. Of ja, dat van die stoten. Hij was ook niet zo mager, hè, toen. Nee, hij is ja, eigenlijk hij maar... Hij woog 10-12 kilo meer, denk ik. Ja, zoveel meer misschien niet, maar ik denk wel dat hij... niet in die veld, hè, maar 73, 74 zal gewogen hebben. Ja. Mm-hmm. En nu tussen de 67 en 68. Ja, ja, dat scheelt natuurlijk enorm. Ben je een paar keer gaan kijken in het peloton hoe mager hij is? Ja, heb je gepraat met hem? Ja, ik heb een paar keer met hem gesproken. Maar hij is ja, heel mager, maar het is ook een beetje de eigenheid van de sport dat vraagt. Kijk maar die armen. Ja. Dat is niet te geloven bijna. Hè. Hij is 1,86 meter. Ja. Hoe groot ben jij? 1,77 meter. En hoeveel weeg je nu na de Tour? 64 kilo. Ja. En hoeveel ben je erin gegaan? 65,5 of zoiets. Ja, toch anderhalve kilo kwijtgespeeld. Ja. Mm-hmm. Maar ik zie niet wat er bij jou nog zou af kunnen. Ja, maar dat hoeft ook niet. Nee. Er hoeft niks meer af. Nee, ik mag een paar barbecues doen deze week. Geniet ervan. Jolien, je hebt daar zelfs al eens een column over geschreven, hè, over de magerzucht, ook in het vrouwenpeloton. Ja. Is dat een probleem? Ja, het wordt wel een probleem. En ik heb de indruk dat het eigenlijk een taboe is. Er wordt weinig of niet over gesproken. Mm-hmm. En ja, het tast wel je gezondheid aan. Dus het is echt wel een serieus probleem dan. Maar anderzijds, je wint er de Tour mee.
En daarover gaat het in de topsport. Het uiterste uit je lichaam halen. Ik speel advocaat van de duivel. Ja. Ik denk dat het belangrijk is dat het een beetje begeleid gebeurt. En op zich, mager zijn of mager worden is één ding. Maar je kan dat niet forceren. Als je natuurlijk op 3 weken tijd 5 kilo wilt verliezen, dat is niet goed. Ik heb wel eens met Tom Hoegebuur gesproken, de gewichtheffer. En die mannen die verliezen 8 kilo op 3 weken tijd. Maar dat is, in die sport kan dat, maar in het wielrennen kan dat niet. Want dan ben je al je fors kwijt. Maar dat is vooral vochtverlies dan. Voilà, absoluut. En ik ben ook een beetje bang dat dat als voorbeeld nu gaat worden gebruikt voor de jeugd. Ja? Die denken dan waarschijnlijk hoe magerder, hoe beter. Maar dan het moet ook gezond en verantwoord gebeuren. En daar heb ik wel schrik voor. Ja, ik weet dat Thomas Dekker hier aan de tafel heeft gezegd, een anderhalve week geleden. Het is een sport van anorexia-patiënten aan het worden. Ja, maar ik denk dat een beetje overdreven is. Het is een beetje de eigenheid van de sport die het vraagt. Froome ging de Tour ook niet gewonnen hebben. Zeker voor ronde renners. Ja, voilà. Absoluut. Dus ik denk dat we daar wel een onderscheid moeten maken. Maar Froome kan de Tour niet winnen als hij 4 kilo meer weegt. Nee. Maar ik hoop dat hij die barbecues dan ook neemt de volgende week. Dat hij niet blijft doordoen. Ja, voilà. Ik heb een paar coureurs van jullie ploeg gezien. MTN Quebec, heel sympathieke ploeg trouwens. Een tijdje in de bollentrui gereden met Tekle Haimanots. Ja. Die staat ook raadmaar. Ja. Ik heb een foto van zijn benen gezien. Dat is bijna niet te doen. Kijk eens. Ja. Dat is perkament. Die mannen hebben dat eigenlijk meer van nature. Want in de winter zijn de dokters bij ons in de ploeg daar ook een beetje onbezorgd. Dan staan die eigenlijk bijna even mager. Maar ik denk dat dat meer in hun genen zit. Bijvoorbeeld Merawi Kudus weegt ook maar 56, 57 kilo. Mm-hmm. En die jongens eten eigenlijk wat ze willen. Dus, Ieder zijn morfologie. Ja. En dat zijn dan klassementsrenners, klimmers. En we hebben sprinters ook, hè? Ja. Jolien? Voilà. Klopt. Zo moet dat. Een reactie van de toerwinnaar, van Chris Froome. Of course, I want to start off by thanking my teammates. Without you guys, I would not be standing up here. Richie, Wout, Ian, G, Pete, Luke, Nico en Leo. My utmost respect and gratitude. This is your yellow jersey as much as it is mine. Je remercie tous les Français pour accueillir cette super course. C'est aussi grâce à vous que le Tour est devenu ce qu'il est aujourd'hui. The Meilleur Jeune is special, very special. I understand its history, good and bad. I will always respect it. Never dishonor it, and I will always be proud to have won it. Thank you very much. Een speech van Chris Froome op de Champs-Élysées met de Arc de Triomphe op de achtergrond. We gaan het eindklassement van deze Tour eens bekijken en ook de prestaties van onze landgenoten in deze Tour. Eerst het eindklassement, de top 10. Froome wint voor Quintana, Valverde, Nibali, Contador, Gesink, Mollema, Frank Bardet en Roland. Gesink is zesde, eerste Nederlander, eerste Lagelander. En dat mag eigenlijk wel 4 zijn, want al die mannen die voor hem staan, die 5, die hebben al 1 of meerdere grote rondes gewonnen. Dus ook een knappe prestatie van Robert Gesink. En dan de Belgen. Serge Pauwels, die hier aan tafel zit, beste Belg. 13e op 31 minuten van Chris Froome. Jan Bakelands is 20e geworden. Thomas de Gent 67e. Sepp van Marken 104e. Julien Vermoten 116e. Tim Welles 129e. Jens de Buscheren 145e. Stijn de Volder 148e. En Kenneth van Bilzen vandaag nog in de aanval geweest. 158e. Jolien, in welke mate heeft Serge jou verrast in deze Tour? Hij heeft me verrast, maar dan ook weer niet. Want Serge heeft in het verleden ook al bewezen dat hij zoiets wel aankon. De tijd van Cervelo. En dat hij dat nu opnieuw doet, zoveel jaar later, dat is toch wel heel mooi. Niet alleen voor hem persoonlijk, maar ook voor wielrennen in België. Ja. Zat er nog meer in, Serge? Want je hebt heel veel verloren in het begin. Hè? Of heeft dat net de deuren geopend naar je prestatie? Ja, ik denk dat wel. Ik denk niet dat je kunt de klok terugdraaien of terug gaan rekenen van wat als ik daar die tijd niet had verloren. Want uiteindelijk denk ik dat het voor mij heel belangrijk was om in de ronde te komen zonder klassementsambities. Mm-hmm. En ook, ik heb er bij de ploeg op gehamerd dat we de eerste 10 dagen tot en met de rustdag in Po het eigenlijk rustig aan zouden doen. Of tenminste niet te veel energie zouden verspillen. Vooral om de jonge renners te beschermen binnen de ploeg. En de ploeg heeft dat eigenlijk wel goed aanvaard. En als je ziet in die eerste ritten,
reden alle klassementsploegen met hun hele ploeg constant naast elkaar in de wind. En eigenlijk hebben wij daar relatief energie kunnen sparen. Er is één rit die ik heb aangestipt, die naar Amiens. Daar verlies je een kwartier. Ja, daar ben ik 2 keer gevallen. Dat was eigenlijk een verschrikkelijke rit. Op tv zag het er heel saai uit en leek het alsof er niks gebeurde. Maar dat was in elke bocht. We deden al die dorpjes daar in de streek aan. En het lag allemaal spiegelglad. En, ik ben toen na 10 kilometer al een keer gevallen en later nog eens. En, ja, het regende gewoon valpartijen de hele dag. En op een gegeven moment is het peloton gesplit in 2 groepen. En ja, laten we zeggen, de tweede groep was eigenlijk een groep van renners die blij waren dat ze niet meer hoefden te wringen. En daar was ik gewoon één van. Dus ja, ik had ook geen klassementsambities. Dus dat kon absoluut geen kwaad dat ik daar tijd verloor. Hoeveel keer heb je gedroomd van een ritzege? Want je kwam een paar keer in een situatie dat ik dacht, dit is een kans. Ja, ik denk dat ik één grote kans gemist heb in Gap. Toen ik lek reed vlak aan de voet van die Col de Mans, zeker is het. En dat was een klapband. Kon ik absoluut niks aan doen. Het was ook geen leegloper of zo. Het was ineens, ik moest zelfs de bocht eigenlijk uitstoeren en ik viel zelfs me aan nog. En, toen ging Plaza aanvallen en was hij weg. Ja, het was om zeep toen. Dus. Maar een paar andere keren ben ik er dichtbij geweest, maar ik ben nooit echt in een situatie geweest dat ik op 300 meter van de meet kon sprinten van de overwinning. Die keer met Maika was Maika gewoon sterker. En ook in Saint-Jean-de-Maurienne denk ik dat Bardet en Pierre Roland wel beter waren. Sterker waren, oké. Okay. Goed, we gaan eens kijken naar jouw tour. Hè. MTM Quebec heeft een hele mooie tour gereden met een ritzege van Stephen Cummings, die bolletjes trui van Tekle Haimanot. En dan was er natuurlijk de regelmaat van Serge Pauwels. Rowan Dom heeft een overzicht in elkaar geknutseld. Jij bent afkomstig van Edegem, vlakbij Antwerpen. Hoe bijzonder is het dan? Ja, ik woon nu wel al een tijdje aan de kust, maar uiteindelijk slaat mijn hart nog altijd hier in Antwerpen. Dus gaat fantastisch zijn. Ze zijn weg? Uiteraard zijn ze weg. Oei. Dat is een ramp, hè. Dat is een ramp. Prudhomme grijpt in. De kans dat er morgen valpartijen gaan zijn is ook veel groter dan dat er geen zullen zijn. En gaan ze dan ook de koers moeten stilleggen? Ik weet het niet. Hier worden we nu even opgehouden, maar over enkele kilometer gaan we misschien toch nog naar voren kunnen rijden om met Serge Pauwels dan de afdaling. Ik hou er rekening mee dat de veer misschien breekt, maar ik denk dat ik liever strijden ten onder ga dan dat ik nu gereserveerd op aan Parijs ga rijden. Dan komt dit, de bochten die opgedragen zijn aan de oud-winnaars. 13e plaats, hoe gelukkig ben je daarmee? Ja, super gelukkig. Vooral omdat het onverhoopt was. Ik was hier niet gekomen met klassementsambities. Ik ben heel blij met mijn resultaat. Ja, het zal wel geen toeval zijn dat er muziek van Bruce Springsteen opstond. Jij bent fan van hem, hè? Ja, ik hoor hem heel graag. En het was ook een deel van mijn ritueel hier in de Tour, om elke morgen naar hem te luisteren op mijn iPhone. Dus ik ben fan. Ik ben 1,5 jaar geleden, of 2 jaar geleden in de zomer ook, naar een concert geweest van hem in München-Gladbach. En toen zou ik de week nadien nog naar Werchter ook gaan, maar dan moest ik op stage. Ik zag je ogen blinken, Serge, toen je dat flesje aannam van je moeder op die beelden. Ja, dat is fantastisch, want ze stonden. Ik wist dat ze daar gingen staan, maar ik passeerde toen ook in de kopgroep. Ik denk als eerste of tweede. Dat had ik natuurlijk ook niet kunnen voorspellen. Weet je dat ze daarop getraind heeft vorige week? Ja, ze heeft met de jongens verteld. Uit de buurt. Ja, ze heeft me gisteren verteld. Ja, ja en ze zei me ook van. Ik was zo gefocust om dat flesje te geven dat ik eigenlijk uw gezicht zelfs niet gezien heb die dag. Dus, maar ik had wel het flesje water natuurlijk. Ja. Jolien, weet jij wie vorig jaar 13e was in de Ronde van Frankrijk? Het is een strikvraag hoor. Nee, sorry. Het is een Belg. Jurgen van den Broek. Ja. Zo zie je maar wat het verschil is tussen een 13e plaats van Serge Pauwels en een 13e plaats van Jurgen van den Broek.
Vorig jaar werd Jurgen met pek en veren beladen voor die 13e plaats. Nu word jij bejubeld, terecht ook, omdat het de eerste keer is dat je het doet natuurlijk. Maar heb je geen schrik voor het verwachtingspatroon dat zich gaat installeren na deze prestatie? Ja, maar dat is... Eigenlijk mag ik je met die vraag niet lastigvallen op dit moment. Maar... dat is wel een goede vraag, maar ik denk dat het verwachtingspatroon ook een beetje uit jezelf moet komen. En ik zal dat goed overwegen om op voorhand... duidelijk te zijn ook vanuit naar de ploeg toe of naar de pers toe of van wat dat de verwachtingen zijn. Want, wat de eigen ambities zijn. Ja, ik denk dat het voor mij nog altijd belangrijk zal zijn om naar een grote ronde te gaan. Misschien wel op dezelfde manier, zonder klassementsambities. En in de hoop een rit te winnen. Ja, ik denk dat dat op dit moment nog altijd voor mij het beste is. Oké, even pompen nu, doorpompen naar ergens anders, want eindredacteur Jo de Ferme zit op mijn oor en die zegt André Greipel zit bij Lieven van Gils, dus daar kunnen we live naartoe. André Greipel, de man die 4 ritten heeft gewonnen in deze Tour. Lieven, blij dat je Greipel nog aan je tafel hebt gekregen op dit uur van de avond. Hij staat, zelfs geen tafel, maar je staat recht, maar dat doet er niet toe. Gewoon even met Greipel spreken. Doe maar, Lieven. Ja, super hè, dat hij hier is, Karel. We staan hier op de stoep van het hotel waar alle renners en de rennersploegen kunnen komen logeren en zich even opfrissen om straks naar het feest te gaan. Het is echt een va-et-vient van vedette. Je kunt hier echt sterren komen spotten. Alberto Contador is hier toegekomen bijvoorbeeld. Nibali was hier ook. En dan ja, gewillig handtekeningen uitdelen. Tony Martin hebben we zien opduiken. Toch ook wel fijn. Uit de Tour verdwenen toen hij het geel reed. Maar dan toch zijn ploegmaat zijn hart onder de riem komen steken. Christophe is hier ook met zijn familie. Ook altijd mooi om te zien. En een paar minuten geleden toegekomen, de winnaar van de Tour de France 2015. Dat is nog altijd Christopher Froome. Maar een van de grote vedetten van deze Tour, die staat hier bij ons. André Greipel. André Greipel, what a great win. Congratulations. I thought this time he is not going to make it. You were very, very far behind. I was thinking the same. I thought I gonna made a big mistake in one moment. Yeah, but at the end, I just thought, okay, I go from the corner full gas and paid off and quite happy about it, of course, after the work the team has done during the stage. Yeah. I can imagine. Dus hij geeft toe, op een gegeven moment dacht hij ook van, dit haal ik niet meer, maar dan toch nog iedereen geremonteerd. Tell me, can you explain, how does it feel winning on the Champs-Élysées? Quite amazing. I saw the Arc de Triomphe when I crossed the line and... for sure, it will take some days to realize, some months maybe also, but just an amazing feeling. Everything I was dreaming about when I started cycling paid off today to win on in the capital of the sprinters, I would say. Ja, dat is een onvergetelijke overwinning natuurlijk. Hè. Als je kunt winnen met de Arc de Triomphe op de achtergrond, dat is waar hij vroeger altijd als kind van heeft gedroomd. En dat nu dan tot kunnen realiseren, dat is een droom die uitkomt. Is this team, Lotto Soudal, the best possible team for you? And why? It's already since 5 years the best team I could choose. And they are dedicated to work for me. I really enjoy to be part of this team. And we are a big family, everybody around it, from staff to the bus driver to the mechanics. It's really everything like like I wanted. And it's just amazing to be part of this team. Ja, hij voelt zich helemaal thuis in die ploeg van Lotto Soudal. Het is bijna een familie. And you're going to stick with this team, I suppose. And then what are you going to do next? Are you a party animal, André Greipel? Not really. Actually, I don't like to be in a point of view, in the middle point or whatever. But I just take some time off with my family and get some rest for my knee. Ik dacht het al, op tafel gaat hij niet gaan springen en feesten als de beesten. Dat is ook niets voor Greipel. Rustig zich terugtrekken met de familie. One more thing, André. You are not a guy who shows his emotions very easily. But this time, on the stage, it was difficult for you to hide your feelings, wasn't it? Yeah, of course. It's just such a long time I'm riding my bike now and... You see a lot of images in the past when I was younger to see the sprints in on the Champs-Élysées. Plus, I tried 4 times already to do good here, and today it paid off. And my family was also here, so it was kind of amazing. And must be very special. Yeah, I just lived the moment, and I'm
I'm on the bike, I'm a different person, a bit more aggressive, but in the normal life, I'm just André. I know you are. Thank you very much, André. Thank you for your time and have a good time this evening. Ja, het is prachtig om te zien. Een heel gelukkige man die naast mij staat. Hij kan het amper verbergen. Op de fiets ben ik agressief, maar naast de fiets ben ik gewoon André. Goed, dan moet ik nog twee dingen doen. Karel, moet je me even toestaan. Ik moet nog de winnaar van gisteren bekendmaken. Van het shirt van niemand minder dan Nairo Quintana. Dat is Glenn Akijn uit Ternat. En dan moet je me ook nog even toestaan dat ik 7 namen noem in de gouden, Karel. Maarten Uiterhoeven, Tom Alain, Yves Delay, Pascal de Pieperen, Alain Bernard, Staf Vertongen en Bram de Sutter. Dat zijn mijn helden van de Tour. Dat zijn mijn fijne collega's. Je ziet ze nooit, maar ze zijn er altijd. En het zijn 7 toppers. Ja. En ik wil ook jou nog bedanken, Karel, omdat ik elke dag in je show mag. Ik ben vive le vélo. Ja, vive le vélo. Ja, vive le vélo, absoluut, lieven. Ook nog een paar zaken, hoor. Eén, schrijf jezelf je eigen naam maar op dat briefje. Jij bent ook een van die helden. En ten tweede, ik begrijp dat je je tafel daar niet hebt. Het is daar heel druk, natuurlijk. En die handtekening van André Greipel die staat er al op. Maar heb je de veiling een beetje gevolgd? Mm-hmm. Hè? Nee, of ja, ik geloof dat we rond de 10.000 gestrand waren gisteren, ja. Kan dat? Uiteindelijk op 12.000 euro gestrand, gisteravond om 11:30 uur, dat was het slot van de veiling. En bleek dat Mark Koeken die tafel heeft gekocht. Oh nee. Ja, echt waar? Dus die, nee, gaat, die gaat daar thuis Polonaises op dansen. En er is meer, lieven. Ik heb vanmiddag een telefoontje gekregen van Mark Koeken. Hij heeft met zijn zakenpartners in Amerika gebeld, Perigo. En ze hebben het bod verdubbeld, dus... Die tafel gaat uiteindelijk 24.000 euro opbrengen voor Kom op tegen kanker. Fantastisch. Mark Koeken, je bent mijn dikke vriend. Ik wist het en nu weet ik het zeker. Voilà. Lieven, bedankt. Goeie terugreis naar België. De groeten aan de familie en tot zeer binnenkort. En succes in september met je nieuwe talkshow op 1. Tot binnenkort. Merci, inderdaad, Mark Koeken. Ik weet niet, voetballers doen dat zo, hè? Zo'n hartje maken. Hè? Groot hart, man. Heel mooi. Bedankt voor die inzet voor Kom op tegen kanker. Jolien, we gaan eens praten over La Course. Dit is voor de tweede keer georganiseerd. Vorig jaar hebben jullie in goede omstandigheden gereden, vandaag in de regen, maar daar heb je geen vat op. Maar hoe groot is die koers nu voor jullie binnen het peloton? Ja, voor ons betekent dat heel veel. Ook al is het misschien maar een criterium, maar voor ons betekent dat heel veel. Het vrouwenwielrennen, het komt op tv, het wordt een wereldwijd uitgezonden. En dat merk je ook in de koers zelf. Iedereen wil gewoon vooraan rijden, iedereen wil zichzelf tonen in ontsnapping en er wordt heel nerveus gekoerst. Ja. We zagen heel veel valpartijen in het begin van de koers. Dat is niet onlogisch. Dat had de mannen ook overkomen. 1 tikje tegen de remmen in die omstandigheden en hij ging tegen de grond. Dit zijn de beelden trouwens van La Course. Hier zit je zelf al in een valpartij betrokken. Dat is zelf ook wel, hè? En daar stond je aan de kant. Dan heb je rustig de tijd genomen om terug in dat peloton te geraken. En dan wist je dat je vooraan moest blijven, hè? Ja. Want dan zie je weer die ene valpartij na de andere. En dat heeft niks te maken met het feit dat vrouwen minder zouden kunnen sturen dan mannen. Helemaal niks. En dat is ook niet zo. Kijk, als 1 iemand tegen de grond gaat, dan moet de rest wel volgen. 1 keer aan die remmen komen en het is gebeurd. Daar nog eentje. Maar dan gaan we kijken naar de ontknoping ook van deze etappe, waarin jij goed vooraan zit. Maar uiteindelijk, kijk, daar zit je. Uiteindelijk gaat de bel voor de laatste ronde. En dan laten jullie zich nog allemaal verrassen, Jolien. Ja, het was gewoon wat hectisch en we raakten niet echt georganiseerd. Ook met het weer een beetje, denk ik. We zochten elkaar wat en het was moeilijk. We hadden ook al 2 meisjes kwijt door valpartijen. En dan gaat er iemand zoals Anna van der Breggen. Dus, ja, Anna van der Breggen, de winnares van de Giro Rossa. Goede tijdrijdster ook, die pakt dan 6-7 seconden. Maar wat me dan opvalt is dat de organisatie niet echt op gang komt. Jullie laten het werk aan 1 ploeg. Waarom heb jij niet 1 of 2 vrouwen bijgezet? Ja, het probleem was een beetje dat we al 2 rensters kwijt waren in valpartijen. En je wilde je trein bewaren? Ja, nee, ook. Maar Chloe Hosking die had ook een platte band voor de laatste ronde. En dan hadden we nog Bronzini, maar die hielden we een beetje achter de hand voor de sprint nog. Dus veel andere opties hadden we niet. Van wanneer wist je, Anna van der Breggen gaat het redden? Ik ga hier spurten voor de tweede plek. Ja, eigenlijk bij het uitkomen van de laatste bocht. Je ziet gewoon dat het gat nog iets te groot is om te overbruggen. En, het is jammer, want ja, spurten voor een tweede plaats of spurten voor een overwinning is toch anders. Ja. Tijdens dat beeldverslag hoorde je misschien kreetjes op de achtergrond van het publiek. Even een reactie, dat heeft te maken met de Eiffeltoren. Wij kunnen onze gasten elke keer verrassen als ze hier zitten op de slotdag. Je hebt het nog niet gezien, hè? Je mag gerust eens omdraaien. Kijk. Oh, wel. Mooi, hè? Sterretjes op de Eiffeltoren. Wij zitten hier voor de 9e keer en elke keer is het een feeriek, beklijvend momentje om stil van te worden. Maar we gaan gewoon door, want we hebben nog heel veel te doen. Hoe is het om op dat podium te staan, op die Champs-Élysées? Want je hebt daar mogen staan ook. Ja, ik heb er mogen staan. Het was de eerste keer. En ja, het was echt wel mooi. Er is een massa volk. Ook al is het maar op de tweede plaats. Ja, ik heb er toch van genoten. Ja, en dan in die Belgische kampioenentrui, hè?
ja, dat maakt het nog speciaal. Ik ben heel fier dat ik in die trui mag rondrijden. En ja, ik ben echt trots dat ik hem heb kunnen tonen vandaag op tv. Mm-hmm. Het vrouwenwielrennen krijgt steeds meer aandacht. Want straks gaan jullie ook nog naar de Vuelta om hetzelfde te doen in Madrid. Ga je daar ook naartoe? Ja, daar wordt over gesproken, maar er is nog heel weinig concrete informatie daaromtrend. Mm-hmm. Het gaat wel doorgaan, hè? Het is ook ASO die het organiseert. Dus... Ja, en het zou in Madrid zijn. Dus ik weet nog niet of ik er naartoe ga, omdat het is in september. Het is dicht bij het WK in Richmond en dat is nog allemaal af te wachten. Oké. Heb jij vandaag veel interviews moeten doen? Heb je veel media gezien rond de bus? Ja, toch wel. Zeker voor de koers. We zijn dat niet gewoon en dan is het heel druk. Ze stonden eigenlijk gewoon in lijn te wachten. En, ja. Ja. Het is plezant, hè? Voor één keer is dat plezant, denk ik. Maar jullie moeten media-aandacht hebben, dus ja, hoe meer er zijn, hoe beter. Erbij en moet allemaal. Ja. Maar ik denk voor die mannen in de Tour, als ze dat elke dag moeten doen, dat gewoon te veel is. Stoort dat soms? Nee, maar, want je moet er een beetje tijd voor maken. Dat is niks, hoor. Een nieuwe valpartij. We hebben er veel gezien in deze Tour. Nee, we komen altijd anderhalf uur voor de start aan. Dus ik maakte er dan tijd voor eigenlijk meteen als we toekwamen. Dus... Nee, dat is fijn natuurlijk. Het is ook het positieve verhaal van jullie ploeg dat heel erg aandacht trok. Ik was heel blij om te horen dat onze ploeg zoveel sympathie heeft gewonnen in België. Ik zag jullie poll op Sporza. Mm-hmm. En daarin waren we eigenlijk de tweede... De poll voor wie je het liefst zou rijden. Ja, ook, ja. Hè? Ja. Mocht die vraag gesteld zijn een maand geleden, ik denk dat we misschien 1-2% van de stemmen hadden gekregen. Omdat we... Maar daarin is jouw rol niet onbelangrijk geweest, hè, Serge? Je bent een goede ambassadeur geweest voor je ploeg. Ja, ik heb mijn best gedaan, maar ik denk dat we ook sympathie hebben gekregen met onze zwarte renners bijvoorbeeld. Mm-hmm. Met Daniel Tekle-Heimenot. Kudus. Ja, Kudus. Of zelfs door de ritoverwinning van Cummings. En ook door het feit dat we aanvallend hebben gekoerst. Ik vind het wel straf, dat verhaal van jou. Je bent einde contract vorig jaar en dan moet je op zoek naar nieuwe ploeg. En dan zeg je tegen je manager, kijk maar eens rond, maar één mail ga ik zelf doen. Die naar MTM Quebec. Ja. Ja, wat zet jij dan in die mail? Wat heb ik verteld? Ik heb gezegd dat ik op een scharnierpunt in mijn carrière was en dat ik eigenlijk nog wel ambitie had voor mezelf. En dat ik ook op een ander... Dat ik eigenlijk ook anderzijds ook wel een beetje van mijn ervaring wou doorgeven aan die jonge mannen. En dat, ik zag dat die ploeg aan het groeien was. Mm-hmm. En ik had ook bijvoorbeeld gezien dat die ploeg met heel, heel goede materiaalsponsors aan boord was. En voor mij had die ploeg al veel uitstraling van vorig jaar eigenlijk. En ik had daar op een of andere manier meer sympathie voor dan voor enige andere ploeg. En... Ik vind het eigenlijk heel mooi. Dat is een coureur met een visie die daarover nadenkt, die dan ook dat initiatief neemt, die manager daarvoor niet inschakelt. Echt waar, goed af daarvoor. Ja, Douglas Ryder, de manager, zegt ook altijd dat hij die mail nog altijd niet heeft gedelete. En dat zal hij ook nooit niet doen, zegt hij. Dus ik vond dat een mooi compliment. En uiteindelijk ben ik ook super gelukkig dat ik bij die ploeg ben terechtgekomen. Want, en je blijft daar ook. Ja, ik heb nog een contract voor volgend jaar. En dat gaan ze nu openbreken. Mocht dat kunnen, ja, dan zou ik dat wel willen natuurlijk. Nee, ik ben echt... Ik zou me geen betere ploeg kunnen wensen op dit moment. En de ploeg krijgt ook heel veel sollicitaties nu van renners en van personeelsleden van andere ploegen en zo. Dus, ja. En heel veel media-aandacht, dat hebben we net gezegd. Ja. En jullie ook vanmorgen. En een van die mensen die jou heeft geïnterviewd vanmorgen, Jolien Doren, was onze Hendrik Luiten. Maar hij heeft niet alleen jou geïnterviewd, ook heel veel mensen binnen de ploeg over jou. I don't think Jolene's stubborn, I think she's determined. Kind, bubbly, and tenacious. I would say she's a smart cyclist, yeah. Otherwise she wouldn't have won that much. She is professional in every sense of the word. In life, she has such a really good life balance, and sometimes an athlete really lacks internal confidence, and she has that. She takes that from all the positives that she does in her training and preparation. So in one word, I'd just say truly professional. She's not satisfied until the job's done. Once she's got a goal in mind, she's always committed to it.
pit bull Jillian. I think she has a little one inside. I mean, to be a sprinter, you gotta have that sort of personality inside just to be up there and be a little bit showing yourself and a bit aggressive in final. Not in a bad way, but in a good way. So that's the quality you need. So surely she has one hidden in there. We'd love her to win. Do we expect her to win? No, we didn't sign her at the end of last year saying you have to win La Course. No, she's proved many times that she has the ability to win, but she has so many years also that she can learn so much more. She's gone very, very quickly to the top of women's road cycling. Jolien is die ziet er op de fiets geweldig uit, geweldige stijl, hele mooie tred vanuit de heupen uit. Dat is echt de pure klasse, dat kan iedereen zien. En ja, met een geweldige mentaliteit, een winnersmentaliteit. En ja, het is een bijna perfecte wielrenster, zeg maar. The first thing someone would describe Jolien as, not an athlete, they'd say she's a beautiful person. Anyone you ask, what's Jolien like? Who is she? She's just a beautiful person with an amazing talent, amazing, and knows how to utilize that and get the best out of herself. Ja, Jolien, dit moet formidabel zijn om te horen. Ja, dat is leuk om die complimenten te krijgen van uw collega's en dan van uw ploegmaten en de manager. Ja, de beelden op zich zien er wat episch uit eigenlijk met die weersomstandigheden, want het is wel mooi. Ja. Bij mijn weten had jij een contract voor 1 jaar bij Wiggle Honda. Er komt een nieuwe ploeg in België, enfin, er komt een nieuwe grote sponsor bij, Ethics, bij Topsport Vlaanderen, ook alweer Mark Koeken. Die gaat investeren in het vrouwenwielrennen, dat budget serieus gaat optrekken. Ja. Is er sprake van een terugkeer of ga je blijven waar je zit? Wel, ik heb dit jaar gewoon echt naar mijn zin in de ploeg en ik heb alles wat ik nodig heb en ik word omringd door heel sterke ploegmaten. Dus daarom heb ik voor 2 jaar bijgetekend. Je hebt getekend al? Ja, voor 2 jaar zelf. Proficiat. Ja. Bij deze nog een primeur meepakken. Bij deze is het officieel, ja. Bedankt. 2 jaar bijgetekend bij Wiggle Honda, Jolien Doorn. Daar gaan we nog heel veel van horen. We gaan het eens hebben over Peter Sagan. De Slovaak werd tot dusver al 16 keer tweede in een tourrit. In deze editie reed hij ettelijke kilometers in de aanval en zorgde hij voor heel veel volksvermaak. Met de look van een kunstenaar reed hij zijn eigen ronde van Frankrijk. En hij won de groene trui. Een artiest op een fiets. Yeah, I go full gas. I tried. Not easy. I said, okay, and now where I go? Rumi, how are you? Good down. Hey. Really, really good. I'm trying my best. What I can do? Doing our job with fun, it's much better. Nice. It's also nice. Nice. I am happy here. Hey, yeah, joke. I don't like fish. I have some friends who like oysters. What's happening? Nobody don't have legs? Yeah, we was Volvo Wall Street. Ja. De fratsen van Sagan kregen dit stuk als titel mee. De Hum, daarover ging het. De Hum uit The Wolf of Wall Street. En ik heb begrepen dat op dit moment in Tomorrowland die Hum, ook mede door Dimitri Vegas en Like Mike, een echte hype is geworden. Dat iedereen daar gewoon rondloopt op die manier zoals Sagan het deed. Er zijn zelfs beelden van. Van de Wolf of Wall Street, een beetje van Sagan en een beetje van Dimitri Vegas en Like Mike. En op een bepaald moment komt alles samen. Formidabele tour gereden, hè, Peter Sagan? Ja, het is een formidabele coureur ook. Ik denk niet dat je tegen Sagan kunt zijn. Natuurlijk, hij wint dan weer niet echt gemakkelijk. Of hij is heel vaak tweede en nogthans is zijn baas. Tinkoff is daar nogthans redelijk duidelijk in dat er moet gewonnen worden binnen de ploeg. Maar een groene trui is een overwinning waard. Ja, dat wel, absoluut. Maar soms geeft hij de indruk dat hij dan heel de etappe ermee speelt. En dan aan de meet komt hij dan toch altijd net te kort om te winnen. Maar...
Ja, ik denk heeft dat daar ook mee te maken? Want dat hangt samen. Hè? Als je zo gul bent in de inspanning onderweg en zoveel geeft, dan kom je hem ook net iets te kort om het af te maken. Ja, dat heeft er zeker mee te maken. Want ik herinner me ook een dag dat ik met hem in de ontsnapping was. Ik denk dat de rit was naar Gap. Dan ging hij ook in één keer in de afdaling versnellen, terwijl dat absoluut niet nodig was. Dan jaagt hij iedereen een beetje op. Dan wordt iedereen in de ontsnapping een beetje lastig op hem. En dan lacht hij er zo eens mee. En dan, ja, zo van die dingen doet hij dan tijdens de rit. Maar voor hem lijkt het alsof dat het eigenlijk een beetje een spel is eigenlijk, hè, tijdens de koers. Jolien, ben jij fan van Sagan? Ja, zeker. Het is ook iemand van de jongere generatie. En heeft een beetje van een show gehaald. En dat is wel mooi om te zien. Ja. Het is niet enkel puur en alleen die koers. En maakt er ook zoiets een hele show rond. En ja, dat is gewoon mooi. Weet jullie wie de prijs voor de superstrijdlust heeft gekregen in de Tour? Bardet. Romain Bardet. Ja. Begrijp je het? Ja. Had je hem niet aan Sagan gegeven, die prijs? Ik wel. Ja, misschien wel. Hè, maar ik denk dat ze... Ja, Bardet is natuurlijk een Fransman, dus dat speelt ook al mee. En ik denk dat ze het misschien ook aan iemand wou geven die nog geen trui had of die nog niet op het podium stond. Ja. Ze hadden wel al alles gedaan om Sagan te verhinderen die groene trui te pakken. Heel dat reglement was overhoop gegooid, zodat je met de ritzegen meer punten kreeg. Maar uiteindelijk heeft hij daar zijn voeten aangeveegd en toch die trui gepakt. Ja, het siert hem enorm dat hij, gelijk in de bergritten, gaat hij ook gewoon in de aanval. En ja, daar hebben de andere sprinters eigenlijk gewoon geen verhaal tegen. Dus hij is de enige die dat kan. En daarom vind ik dat hij ook absoluut verdient van groen te winnen. Ja. Wat ze ook probeerden, dames en heren. Sagan pakte voor het tweede jaar op rij geen ritzegen, maar wel zijn vierde groene trui op rij. 2012, 2013, 2014 en nu dus 2015. En hier gaat nu Sagan komen, met de gedoodverfde winnaar. Cancellara is overroeld. Sagan wint met lengte de eerste etappe op bestelling. 1 Sagan. Majestueus. Hij gaat regelrecht als een komeet naar zijn tweede etappe zeker. Hier is Sagan met de chicken dance. Greipel of Sagan? Sagan of Greipel? Oeh, dat is close. Oeh, dat is close. En het is Sagan die het had. Sagan en gaat deze kaas niet meer van het brood laten halen en gaat hij het halen en maakt het ook af. Sagan, en verdient hij. Daar komt Sagan toch nog in de extremis. Het is Christophe die het haalt voor Sagan, die andermaal groen ziet van miserie. Het is hier weer een victory, but for me is enough green jersey. I'm very happy and we will see maybe next year. Sagan 3 van Avermaet 4. Sagan 3. Sagan 4. Sagan is voor de 15e keer tweede. En Sagan, andermaal tweede zeker. En hij houdt Sagan van zich af. Die gaat wel in het groen blijven, doet een zaakje. En we gunnen hem die groene trui. Ja, we gaan nog even door op Sagan. Als ik de namen Sammy Nijrink, Olivier Smets en Steven van Heften uitspreek, dan weet u wat u te wachten staat. Een mooi stukje televisie. En vandaag echt wel mooi. Sammy is bij Katarina Smolkova geweest. Weet jullie wie Katarina Smolkova is? Nee. Met een beetje deductie had je er kunnen komen. Het is de vriendin van Peter Sagan. Ze zijn al 2 jaar samen. Een romance die dus al 2 jaar duurt. En Sammy Nijrink die wou daar het fijne van weten. Simple that he is so complicated, but I love the way he is. He's just amazing. I think the Tour de France wouldn't be the same without Peter, to be honest, because it's not because of the green jersey, it's not because of his complexity as a rider, it's because of his nature. Like, he's so fun to be with that the Tour is very colorful because of him. I think he's a natural born winner, for sure. In everything he does, he wants to win. Of course, of course. That's the only, I would say that's the only reason why he does it, because he wants to be the best.
in normal life, does he want to be the best as well? How can you tell? Ja, mooi koppel. Ze matchen goed. Peter Sagan en Katarina Smolkova. Jolien, pittig vraagje. Wie is de beste Belg in deze ronde van Frankrijk? Serge Pauwels of Greg Van Avermaet? Ja, dat is een heel moeilijke vraag. Ze hebben alle twee een heel mooie tour gereden. En zeker omdat hij hier zit, is het een moeilijke vraag. Ja, daarom. En ze waren veruit de twee beste Belgen in deze tour. Maar daarom laat ik Serge beslissen. In elk geval, ik denk dat Greg zijn rendement hoger lag, want hij heeft het allemaal op 2 weken klaargespeeld en ik heb er 3 weken tijd voor nodig gehad. Nee, maar hij heeft ook niet vergeten dat hij de ploegentijdrit ook met BMC heeft gewonnen. Mm-hmm. En dan die rit in, waar was het, Rodé, denk ik. In Rodez, ja. Ja. En nog vader geworden ook, dus... Had jij je klassement ingeruild voor een rit? Ja, misschien wel. Want Pinot die zei ook, of zelfs Bardet, ja. Zesde in de Tour vorig jaar, dat ik onmiddellijk ingeruild voor die ene zege. Ja. Ik denk uiteindelijk, ja, ik denk het wel, eerlijk gezegd. Maar... Ja. We gaan een reconstructie maken van de 2 toerweken. 2 in plaats van 3 van Greg Van Avermaet, want ondertussen al vader geworden van Fleur. Trouw aan zijn stijl moest hij vechten om een rit te winnen. Het was heel lang knokken, amechtig proberen die rit te winnen. Telkens sneuvelen vlak achter de ritwinnaar. Maar uiteindelijk sloeg hij dan toch toe in Rodez. Een overzicht gemaakt door Rowan Dom. De afspraken zijn dat ik blijf dat met de ploegentijdrit. En dan zien we wel. Hoe realistisch is het geel? Die kans is er, hè. Nu al concluderen dat de omstandigheden uiteraard vorig jaar veel zwaarder waren. Tegenkop 2, Sagan 3, Van Avermaet 4. Ik had iets mee van verwacht. Is de finale nu ingezet? Ik mag hopen van wel. Laten we hopen van wel, hè. Is dat een trucker of al? Of wil ik? Hij is binnen. Stipar wint hem. Het is altijd wel iets dat op een of andere manier is dat pech, is dat feeling, is dat te gretig zijn. Het zal een beetje een mix van alles zijn. Het is moeilijk om te gaan, maar ik heb gewoon geprobeerd. En Van Avermaet, van hem hangt het af. Pijn en nog eens pijn. Ja, we hebben rustdag morgen, dus... Ik kan een beetje laten gaan, want het zal niet veel zijn natuurlijk, maar ja, zo de rest gaan is dat plezant. Hij is sterk, maar is hij sterk genoeg? Gaat Van Avermaet de etappe binnen? Van Avermaet gaat de etappe binnen? Van Avermaet wint de etappe hier in Rodez. Allee, Van Avermaet nog even. Pomp, niet verzuipen. Goed tegen het koortje, Sagan achter zich houden. Even nog. En hij wint! Van Avermaet wint de etappe! Van Avermaet wint de etappe in Rodez. Het is altijd een droom geweest in de Tour winnen. En als je dat dan één keer voor elkaar krijgt, is kan je beter wensen. Ik heb er lang voor moeten vechten, niet opgeven en blijven proberen, is de boodschap, denk ik. Ja, fantastische coureur en fantastische kerel, Greg Van Avermaet. We gaan dit programma ook eens gebruiken om al eens vooruit te blikken. Volgend jaar, dames en heren, is het 40 jaar geleden dat een Belg de Ronde van Frankrijk won. Lucien van Impe in 1976. Maar de recordbelg is nog altijd Eddy Merckx. En vanaf eind augustus kunt u 6 weken lang kijken naar een documentaire, een programma over de carrière van Eddy Merckx. 6 afleveringen. En ik wil u heel graag laten proeven van een van die fragmentjes uit een van die afleveringen. We pakken u mee naar Trecimi di Lavaredo. Dat is een Italiaanse berg in de Dolomieten. En daar won Eddy Merckx in 1968 op een fabelachtige manier in helse weersomstandigheden een etappe. Een kort fragment om u te laten, of om u warm te krijgen voor het programma. Maglia rosa, io ero secondo a 3 minuti e mezzo, 4 minuti, non mi ricordo bene. Gimondi era già fuori classifica. A un certo punto un giorno guarda la tappa e dice: Vittorio, hai visto che domani c'è una salita dopo 70 km? E io gli dico: beh, cosa vuoi fare? Ma lì potremmo far battaglia per divertirci. Dopo 70 km. Ma per divertirci, cioè, ma scusa, sei primo in classifica, il secondo sono io, il terzo Gimondi a 10 minuti, a chi devo dare battaglia? No, dice, dobbiamo fare spettacolo. Cioè, questo era Eddy Merckx.
Ja, vanaf 31 augustus, 6 weken lang, elke maandag op 1, onmiddellijk na thuis. En dan mag ik u nog een primeur aankondigen, dames en heren. De mensen die daarover gaan in Brussel hebben ons donderdag laten weten dat er ook volgend jaar een editie komt van Vive le Vélo. En het betreft een jubileumeditie van dit programma, want dan gaan we al voor de 10e keer uitzenden vanuit Frankrijk. We zijn er, als het God belieft, volgend jaar dus ook bij. Fijn om mee te delen, moet ik zeggen. Serge, krijg jij nog iets terug van de inspanningen die je in deze ronde van Frankrijk hebt geleverd de komende maanden, wat vorm betreft in andere wedstrijden? Ja, ik ga nog de ronde van Denemarken rijden. Met ambities dan? Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet hoe het parcours er daaruit ziet. Mm-hmm. Eigenlijk als ik me goed blijf verzorgen volgende week, zou ik normaal wel goed moeten zijn in Denemarken. En dan nadien ga ik met Carlo Boomans en met de nationale ploeg naar Rio voor het test-event van de Olympische Spelen. Dat zal een dag of 5 zijn dat we naar daar gaan en die koers is op, ik denk, 16 augustus. Mm-hmm. Dus eigenlijk gewoon 1 jaar voor de Olympische Spelen doen ze daar al een keer de koers om alles te bekijken of te zien hoe dat alles goed verloopt. Mm-hmm. En nadien dan is de bedoeling dat ik papa ga worden. Dus dan, proficiat. Dank u. Dat is juist. Ik heb je vriendin zien staan met de bolle buik op de flanken van de bergen. Ja. Met de baby die al aan het supporteren was. Ja, aan het stampen, meestampen. Ja, dus mijn programma van augustus, september, dat zal een beetje afhankelijk zijn van wanneer zij komt. Ja, zij. Het is een meisje. Het is een meisje, ja. Oké, de naam moet je nog niet meedelen. Hè? Nee, ga ik nog niet zeggen. Die mag je nog even achterhouden. Jolien, wat ga jij doen de komende weken, maanden qua programma? Ik rijd nog hier en daar een paar wereldbekers. Sparkassen Giro, ook in Zweden. Ook een ploegentijdrit. En dat is eigenlijk allemaal als voorbereiding voor het WK in Richmond. Dat is nog 1 groot doel dat ik heb op de weg dit jaar. En daarna ga ik dan terug de piste op en ga ik me voorbereiden op Rio. Mm-hmm. Ik wens jullie daarbij heel veel succes. Ik merk dat ik als niet-coureur het meest heb gedronken van alle drie. Nee, bij mij hebben ze al bijgevuld. Ja, ze hebben bijgevuld, dat heb ik nog niet gezien. Dat is mij ontgaan. Klinken op wat geweest is. Formidabele prestaties van allebei. En klinken op wat de toekomst nog moet brengen voor jullie. Bedankt Jolien Doren en Serge Pauwels. Eén woord is nog belangrijk, dames en heren, na zo'n periode. Na 3 intense weken met een ploeg. En dat woord is dankbaar. Dankbaar voor uw aandacht thuis. Massale aandacht, heb ik begrepen. Dankbaar ook voor de mensen waarmee ik dit programma heb mogen maken. En dankbaar ook voor het leven in het algemeen. Het is de 9e keer dat we op deze plek zitten, maar het is de eerste keer dat we gaan eindigen met live muziek. Pieter Embrechts en Isolde Lazoen met nog 2 muzikanten gaan u trakteren op een heerlijk nummer. J'ai perdu mon âme. Vive le vélo en graag tot volgend jaar. 1, 2, 3, on y va! Oh, quel démarrage! J'ai perdu mon âme au long de ma route. Si vous avez une idée pour la retrouver, t'as perdu ton âme au long de ta route. Si vous pouvez m'aider, n'hésitez pas. J'ai perdu mon âme au long de ma route. Si vous pouvez m'aider, n'hésitez pas, écrivez-moi. Écrivez-moi. Mon amour, je comprends que tu es triste. J'ai eu beaucoup de patience. J'ai le sentiment de perdre mon temps. J'essaie de t'aider, mais tout ce que je fais, c'est regarder la télé. Le Tour de France, c'est encore grand-chose. Où est-ce que tu regardes pour le paysage, les routes, les beaux vélos? Et puis le dopage et les scandales, tout ça. C'est plus ça, je trouve. Bon, je te laisse, mais fais quelque chose parce qu'on s'y perd. J'ai perdu des heures, des dents et des cheveux. Mais tout ça ne me rend pas malheureux. T'as perdu de l'argent, des amours et des souliers. J'ai rien envié. L'enfer, ce n'est pas les autres. Non, c'est toi. Laissez-moi brûler. Tu t'en fous, tu ne crois pas. Je suis déjà là, tout le temps dans les flammes. Parce que moi, j'ai perdu mon âme. J'ai perdu ton âme au long de ta route. Si
vous pouvez m'aider, n'hésitez pas, écrivez-moi. Écrivez-moi. Je suis devenu un homme du monde. Toute la vie n'est qu'une seconde. Maintenant, c'est tout ce qu'on a. Viens ici une dernière fois. J'essaie toujours volontaire, mais je ne me trouve pas en prière. Je veux vivre en arrière. Franchement, je ne sais plus quoi faire. Il y a trop de tentations, et c'est toujours moi qui est la con. On y danse tout en rond sur le pont d'Avignon. Dames en heren, ik stel u voor Isolde Lazoen, Pieter Embrechts, Ben Brunet en Jo Hermans. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris, plus on réussit. Son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit.